Nou Pietje, gerechtigheid hè? Ja, wat we al vooraf hadden besproken en gedacht, dan zie je dat we als derde lachende van het veld afgaan. Ja, je kon merken, en dat is logisch ook, dat jullie getergd waren. Vanaf minuut 1 bovenop, kansen creëren. De trainer heeft ons ook een beetje leeuwenvlees gegeven de laatste weken. Nee, grapje, maar zij heeft ons gewoon goed voorbereid. En heeft eigenlijk weinig hoeven te zeggen. We hebben geen teambespreking gehad. We hebben eigenlijk niks met het team besproken. We wisten gewoon één ding wat het belang was vandaag. En dat was winnen. En dat hebben we gezien. Het was een fantastische wedstrijd. Die hebben we heel goed begonnen. En onder druk zet eigenlijk. En hun vrij snel inzakte. Ja, tot aan die... Toen kregen hun een rode kaart. En toen maakte... Maakt het iets makkelijk, alleen ja, je scoort niet. En dan is afwachten tot de 1-0 valt. En, ja, vanaf de 1-0 en de rode kaart van voor is het, was de wedstrijd al gespeeld eigenlijk. Terwijl we nog wel een paar keer gevaarlijk eruit kwamen. Ja, weer scoren, jij weer een doelpunt. Belangrijk weer. Ja, het moet niet gekker worden. Maar, nee, wat ik al zeg, het is fantastisch. En het was een belangrijke wedstrijd voor ons. En voor heel Vitesse en voor de supporters en al. En dan is het een fantastisch moment. Dit zijn play-offs. Dit zijn geen revanches meer. In revanche hebben we donderdag een wedstrijd gespeeld. Dus we wisten dat we nu geen kansen meer kregen om het af te maken. En vandaag moest het gebeuren. En gelukkig hebben we dat in eigen huis gedaan. Ja, ik zei net tegen Nicky van waar het stadion normaal 5 minuten als de wedstrijd voorbij is leeg is. Het hele stadion zit nog vol met zingende mensen. Ja, maar ja, kijk, dit zijn de play-offs. Hier gaat het om. We spelen voor een Europa-tech-league. Dus dan ga je ook niet verwachten dat het snel leeg is. En ze hebben ons gesteund vandaag. Daar zijn we heel blij mee. En chapeau voor de supporters. Eventjes naar de wedstrijd. NEC 2 rode kaarten. Zeker die tweede enorm dom. En ja, tegen 9 man dan is het niet zo heel moeilijk meer. Nee, precies. Maar je weet dat dat kan gebeuren. En het scenario is dan 9 tegen 11. Dus dan moet je dat ook goed uitspelen. In het begin was ik daar ontevreden over. Speelde heel onrustig en wisten nog niet goed wat we mee aanmoeden. Op een gegeven moment ging ik proberen van achteruit te coachen om het veld breed te houden. En de trainer zag je ook wijzen vanuit de zijkant. En dat hebben de jongens weer uiteindelijk toch goed opgepakt. En dan zag je gewoon, dan zag je toch dat we dan eroverheen denderen. Ja, hoe was het feest in de kleedkamer? Ja, ik moet zeggen, het was gewoon iedereen heeft elkaar gefeliciteerd en hartstikke blij. En, trainer doet gewoon zijn zegje wat normaal en donderdag is er weer een wedstrijd. Ja, op het einde gaf jullie Reis nog de gelegenheid om zijn eerste doelpunt te maken. Ja, pech dan van die jongen. Ja, zeker. Dus, dat zegt wat over ons team. Normaal neem ik of Alex nemen die penalties. En, die jongen die heeft al 2 jaar bijna niet meer gescoord. En, dat was dit een mooi moment voor hem. Maar hij schiet hem helaas niet binnen.